Wat vind je ervan beroemde Almeloos te zijn? Nou, superleuk natuurlijk. Ja, ik hou er wel van. Ja. Hoe hebben je ouders gereageerd? Nou, ze waren natuurlijk heel erg trots en heel erg meegeleefd en ze hebben mij ook heel goed geholpen, dus. Ja, dat was heel wat autorijden eigenlijk, hè? Ja, zeker weten, ja. Nou, en wie nog meer eigenlijk? Noem eens op wie allemaal trots op je zijn in de familie. Nou, ik denk gewoon de hele familie en al mijn vrienden. En net word ik ook al heel Almelo, dus ja. Ja, het is eigenlijk sinds de finale is ons leven wel veranderd, kan ik eigenlijk wel zeggen. Enerzijds zijn we natuurlijk hartstikke trots op haar. Anderzijds is het ook een beetje de vraag hoe nu verder. Ik bedoel, per slot van rekening zijn er van onszelf en vanuit andere bepaalde verwachtingen. Waar we tot dan toe eigenlijk helemaal geen rekening mee hadden gehouden. Ik heb een speeltje gekregen van Almelo. En was bloemen en een oorkonde. Dus dat is wel heel bijzonder. En hoe gaat het nou verder, Esmee? Nou, ik hoop dat ik heel veel albums en singles nog ga opnemen. En ik ben natuurlijk nog wel een beetje jong. Maar ik hoop dat mijn hele leven zo door blijft gaan. Nou, eigenlijk zijn we inmiddels als gezin al wel weer aan de situatie gewend, moet ik zeggen. We waren toch wel wat vaker weg van huis in de periode naar de finale toe. Nu zijn we ook wat vaker weg. Want dat is met name eigenlijk veranderd. We zijn wel vaker weg dan voorheen. Voornamelijk eigenlijk om af te tasten van oké, hoe zit dit nu? En wat verplichtingen die ook voortkomen uit de show eigenlijk. Maar vooralsnog zijn we nog steeds hartstikke blij en tevreden. En hadden we dit voor geen goud willen missen. Dat er ook sprake was van een optreden met Ilse. Ja, dat klopt. Want de Kommelinnen zijn nu op tour. En als ze bij mij in de buurt zijn, mag ik met haar optreden. Dus dat is heel erg cool. Wanneer ga je in Almelo optreden? Bij Koningsdag ga ik optreden. Het Twente Lente Festival. Er komen nog heel veel optredens in Almelo in ieder geval. Ja. Kan je ook een beetje zeggen hoe laat je gaat optreden of is dat nog niet bekend? Nou, dan moet je denk ik bij mijn vader zijn. Die weet alles. Ja. Oké, succes hè? Ja, dank u wel.